Ik begin nu heel sceptisch te worden, want nu ga je mij dus vertellen... dat ik in mijn sportkleren naar mijn sportlocatie ga... van nou een gymzaal, een voetbalveld of een ding ja. is... om vervolgens daar niet te gaan zitten sporten, maar te gaan zitten visualiseren? Ja, ja. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. over sport, onderzoek en innovatie... Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over de kracht van visualisatie voor sporters. Kun je trainen zonder te bewegen? Epke Zonderland en Erbe Wenemars waren er meesters in. Bewegingen oefenen door middel van visualisatie. Maar hoe effectief kun je trainen zonder daarbij in beweging te komen? En maakt het daarbij uit wat je precies doet? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, ja. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen. Je veter is los. Shit. Haha, 1 april. <laughs> <laughs> Je had het nog zo aangekondigd. Ik dan trap ik er toch gewoon blind in. Ja, vrijdagochtend 1 april 2022 ja. gaan we het hebben over een bijzonder interessant onderwerp. Eentje waarvan jij op voorhand zei: Zo, dat had ik even niet verwacht. Dat ja, maakt echt wat uit. Nu bij het binnenkomen, ja, zeker. Ja. 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 Toch? Nee, uh, nooit gedacht dat er A, zoveel onderzoek uh, is geweest en B, dat het uh, ja, meer is dan een placebo-effect, laat ik het zo zeggen. Precies, we hebben het over visualisatie, we gaan ja. uitzoeken wat is het precies, hoe werkt dat dan en waarom werkt het en wat moet je dan vooral doen en niet doen. Ik kwam er ook al vrij snel achter dat er uh, verschillende manieren en vormen van uh, uh, visualiseren zijn. Het is een beetje containerbegrip denk ik ja. voor uh, visu Ja. Voor ons allemaal, ook in het dagelijks leven. Toen, ik, uh, toen we het erover gingen hebben, moest ik meteen denken aan uh, op de, nou, bijna precies vier jaar geleden. Nou, precies vier jaar geleden, 1 april 2018. Was uh, vlak voor mijn allereerste marathondeelname in Rotterdam. En ik was op dat moment voor zakenreis in Thailand. En ik zat in mijn taperweek, net zoals nu. En ja. dan word je toch allemaal een beetje onrustig. En dan denk je, nou, wat zijn nog de laatste dingen die je kan doen? En toen dacht ik, ja, parcours visualiseren nou, mooi geintje. Uh, ben ik uh, in Thailand naar een tattoo shop gegaan. Ik zie je. Daar met zitten. het, uh, ja, de kijkers op YouTube zien mij zitten. Dit is ook de visual van deze aflevering. Ben ik naar die jongens uh, gegaan. En zei: Joh, luister, ik heb hier een tekening van de ja. Parcours van Rotterdam. Kun jij nou op een of andere manier doen alsof je dat op mijn arm getatoeëerd hebt? Dan kan ik ze thuis in Nederland een beetje laten geloven dat ik echt gek geworden ben. Ik vond het al vrij bizar dat ik een marathon ging lopen. Dus toen heb ik, uh, nou die hadden daar wel een oplossing voor. Die zei, ja, ik heb wel iets wat ik op je arm kan doen. Wat ik gebruik als ik moeilijke tekeningen moet tatoeëren. En als je op de kleurenfoto kijkt, dan zie je dat ook wel. Maar ik dacht, als ik hem dan zwart-wit uh, yep. opstuur naar de familie. Lijkt het net alsof ik het parcours van de Rotterdam Marathon op mijn arm heb getatoeëerd. Als laatste ultieme voorbereiding op uh, nou, een mooie prestatie die, die dag. Die tekening, die had jij zelf uh, gemaakt. Je hebt, ik bedoel, jij nee, kon... maar dat zou ik nu wel kunnen. Ja. Deze heb ik van internet getrokken, een lijntekening van het Parcours in Rotterdam. Maar uh, jij kan mij nu op ieder moment in de dag. Uh, dat komt ook, ik ga het nu voor de vierde keer doen volgende week. Ja. Ik weet elke bocht. Ik, ja. uh, maar je kan hem dus inderdaad, dit is een, een 2D-opname gewoon. Ja. Of een, een tekening. Lijntekening. Kan jij hem ook uh, 3D inderdaad uh, uh, voor? Ik, je kan, zien? ik kan in principe nu elk stuk van het parcours me wel voor de ja. geest halen. En dan ben ik daar en dan loop ik daar. Ja. En ik moet ook zeggen, dat heb, heb ik altijd al, uh, ook met triathlonnen, heel veel gedaan. Ja. Heel veel uh, parcours bestuderen, inbeelden, bocht naar links, bocht naar rechts. Als het even kan, bijvoorbeeld hier bij de Keistad in Amersfoort of in Renkum, ga ik het liefst zelf even kijken. Ja, dat ga doe ik jij gewoon dan. Uh, rijden, parcours ja. verkennen? Nee, ik kijk dan inderdaad of, of op, op Google of gewoon op het kaartje van de organisatie om een beetje het beeld te hebben. Of is een lang stuk, hoe gaan de bochten? En als het dan meerdere rondjes zijn, dan weet je na het eerste rondje al van: ah, voor het tweede rondje. Oké, okay, eerst hebben we dit stuk. En dan gaan we naar rechts. En dan komt de wind tegen. Of noem maar op. Ja, je kan ja ook ik wil tijdens, dat het uh, eerste de, rondje natuurlijk al uh, graag hebben. Tijdens een wedstrijd kan je ook al gaan nou ja, visualiseren of inbeelden. Ja. Vraag eens of we dat allemaal onder dezelfde noemer kunnen scharen. Nou, als Zullen we beginnen bij de, de basis? Ja. <laughs> als ja. we het in de sportwetenschap hebben over visualiseren, waar hebben we het dan ja, over? Ja, dat is toch het. Laat ik het zo zeggen: het inbeelden van een, een beweging gaat het vaak om, uh, en dan liefst met alle sensaties die daarbij horen. Dus ja, ik zou het toch zeggen: ogen dicht doe je dan automatisch, maar dan ook dat je een beweging aan het, aan het doen bent. Nou ja, je kan of een service bij tennis of een penalty uh, uh, neemt. En dan moet je eigenlijk ook het gevoel hebben van dat je nou ja, in, in het stadion bent of op de plek waar het plaats gaat vinden. De geur van het gras of van de gravelbaan of noem maar op. Dus alles doet mee eigenlijk. Ik wil het breder trekken dan visualisatie. Dus is een stuk verschenen, laatst in sport gericht. Ja. Uh, van, uh, Met de titel? Uh, de kracht van motor imagery. En okay. daar gaat uh, motor imagery... Nou, motor, dat heeft alles te maken met beweging. Ja. En imagery is inbeelden, inbeeldingskracht. En dat betekent eigenlijk... We moeten het breder trekken dan visualiseren. Dus ik toch voor me alleen maar het visuele stukje. Ja. Dat je alleen maar in dat parcours voor je ziet. Dit is eigenlijk... Probeer alle, alle sensaties, dus uh, geur, smaak... Als het erbij komt, uh, ook mee, mee te nemen. En, uh, en op die manier... Kan jij je, nou ja, er zijn meerdere manieren. Kan jij een beweging leren, verbeteren, trainen? Dat is eigenlijk het hele idee erachter. Van, nou ja, en werkt het zo? En hoe werkt dat dan? Dus dat is wel even wat anders, denk ik, dan, dan eigenlijk voor jezelf al een parcours uittekenen. Want dat is dan eigenlijk maar een soort van klein stuk. Ja. Wat ik daar voor mezelf in heel eh, erg herken, dat ik denk. Het haalt allerlei onzekerheid tijdens de race weg. Ja. Uh, dan hoef ik in ieder geval niet na te gaan zitten ik denken... Het... bocht naar links, bocht naar rechts, ja. lang stuk. Maar ik dan noem weet het ik... een soort voorbereiding. Maar ah, het is ja. wel, want in het echte... maar dan komen we zo wel op de studies. Wat heel belangrijk is bij het echte motor imagery... of visualiseren dan... Uh, is dat het ook in het tijdsbestek precies uh, hetzelfde tijdsbestek heeft als in het Echi. Ah. Dus ik zie jou niet. Ik hier. heb niet 3,5 nee. uur het parcours zitten visualiseren. Precies. Nee. En dan nee, moet nee. je als je het goed doet. Moet jij ook uh, ja, eigenlijk jezelf vooruit zien gaan in dat tempo. Bij wijze van spreken het gevoel krijgen van ja, hoe jou uh, het afzetten van jou, jouw voeten. Hoe ze neerkomen. Het gevoel dat je het warm krijgt, dat je een, een drankje aangereikt krijgt. Weet je waar we dit wel aan doen denken? Nou ja. Maar dat is de andere kant. En dat is niet waar we het vandaag over hebben, want we hebben het nu over trainen zonder te bewegen. Ja. Andersom overkomt me wel. Ik heb de afgelopen maanden veel lange rustige duurlopen moeten ja. doen. Daar luister ik graag podcast. Maar ook dan nog kan het soms een beetje saai worden. Dan ga ik wel eens daar visualiseren dat ik op een stuk parcours zit. Specifiek oh ja, ja. dit parcours in Rotterdam. Ja. Dat Ik denk, oh ja, maar dit is gewoon dat Kralingse bos. Ja. Oh ja, dit is die lange rechte weg, 35 kilometer, kilometer 35 kilometer. Dat doe ik wel. Ja. Of ik zit in een triathlonwedstrijd, het is dus dat stuk. Weet je wat dan gebeurt? Ga ik harder lopen? Ja, ja. Dus dat is wel. Dus ja. als ik mij inbeeld tijdens het lopen dat ja. ik in een wedstrijd zit, ga ik op een, en dan moet ik daarna op het klokje denken: oh, gaat te hard. Dus ja. dat gebeurt wel. Dat is iets anders misschien, maar... Ja, maar dat kan ook zijn dat je gewoon even een positief gevoel krijgt ja. van... Hey, van die ja, wedstrijd vaart. Ja, 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 ja. En, dat is uh, motiverend. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, ja, dat speelt daar dus ook doorheen. Hè. Is het motivatie? Is het jezelf oppeppen? Is het afleiding uh, zoeken in je training door aan iets leuks te denken? Ja. En dan kan je naar de podcast of muziek opdoen. Daar hebben we het ook over gehad. Of je kan aan het denken aan leuke dingen. En in dit geval is een leuk ding dat jij De race, het doel. Uh, ja, ja, ja. Dus je merkt gewoon nou, dat... dan kan ik je vertellen, tussen kilometer 35 en 36 dat is meestal niet meer zo leuk hoor. Maar dat gaan we zien volgende week. <laughs> daar denk je dan nooit aan. Dat kan natuurlijk ook. Denk uh, je ook nou... al aan de mindere momenten en... Ik denk eraan dat ik hoop dat ik nu die kilometers ja. op een leuke manier ja. door ga komen. Ja, nou, maar dat is ook een... Het is eigenlijk... Een, ja, scenario denken ja. wordt ook vaak daarin ja. meegenomen. Wat als zus? Of wat als ik daar ben en ik heb het zwaar of... Nou, wat ga ik dan doen? Ja. Dus je wil alles eigenlijk uitsluiten. Ja. Van, uh, wat er en... ook gebeurt. Als ik dan twee uur moet duren lopen. En dan heb ik 25 kilometer gelopen. En zeker daar uh, ergens uh, in februari. werd ik daar nog best wel moe van. Ja. En dan kwam ik thuis en dacht ik. Oh ja, ik zit nu pas op dat stuk daar in Rotterdam-Zuid. Ja, ja. vlak voor de brug. Ja. <laughs> weet je wel. Ja. Dus ik kan wel. Ik, ik ken dat parcours in Rotterdam zo door en door. Dat het, geef mij een kilometergetal. Kan je beschrijven wat, uh, hoe het ja. eruit ziet daar? Ja. Dat is wel zo. Ja, nou ja, goed. Dus dat. Ik, daar kan ik eigenlijk niet veel over zeggen of daar nou wel studies, maar dat lijkt me redelijk dat ja iedereen doet het tegenwoordig die Tour de France renners, ja. die van tevoren gaat of de, de ploegleider gaat er vaak al naartoe en die uh, die neemt het parcours op, ja. op uh, of ze kunnen met Google Maps tegenwoordig kijken en dan nou ja op dat manier is het gewoon vaak versneld even of de belangrijkste punten aangeven? Let op die bocht daar. Ja. Nou, een tijdrit heel vaak, die wordt van tevoren wel geoefend al eerder in het seizoen. Uh, nou ja, volgens mij bij Sportlabs Doc, we hadden het toen over de uitzending Annemiek van Vleuten. Ja, voor de nieuwe luisteraars. Jij bent uh, nauw betrokken bij ja. het tv-programma Sportlabs Doc als de wetenschapper in dat programma. Ja, en, wetenschapsredacteur. Ja, en ja. seizoen 1 was er een af aflevering met Annemiek van Vleuten. Ja. Bijna vriendin uh, van de show, maar over ja, het parcours in Tokio. Het ging erom dat uh, met een, uh, een VR-bril eigenlijk... Ze hadden opnames gemaakt, dus uh, in, in 3D eigenlijk. Um, niet zijzelf, maar iemand voor haar van dat hele parcours. En uh, ja, met die beelden kon zij via een VR-bril zich voorbereiden op. Dus daar, daar kom je achter, kan je el in een rustig tempo, denk ik. Dat biedt wel die mogelijkheden om gewoon heel rustig achterover, ogen dicht, is dus rustig voor jezelf te zien. Oké, okay, wanneer komt die bocht? En dan ga je ook al het volgende stukje misschien. Nee, je zegt heel rustig, was gewoon op wedstrijdsnelheid, toch? Ja, nee, precies. Ja, ja, ja. Maar dat bedoel ik niet dat je zeg maar die uh, nog versneld gaat afkijken als je exact. een rit van 200 kilometer. Je kijkt zo op realtime. Ja. ja. Uh, ja, dus die mogelijkheden zijn er in de tussentijd is Annemiek van Vleuten echt wel een keer naar Japan geweest ja, om, om het, het ook echt zelf ja. te rijden ja. dus het is nog steeds Parkeer een, die even een technologische van... innovaties, daar ja. hebben we een leuke vraag voor want we hebben twee vragen van tevoren andere vragen van mij in het begin altijd wat ja. is het en wat is de aanleiding artikel sportgericht, interesse maar ook vooral, uh, trouwe luisteraars weten wij hebben een soort nou, bevriend, vriendschapsrelatie, laten we het zo maar noemen, ja. met de Knabbel- en Babbel-podcast, oftewel met Anne Tauber-Lotte Koopmans. En die droegen dit onderwerp eigenlijk aan. Wij zeiden, nou, kunnen we nog iets voor jullie uitzoeken? Zijn ze nou visualisatie? En dan vraag ik natuurlijk aan hun, nou, wat wil je weten ja. dan? Spreek ja. dat eens even in. En ze hebben allebei een vraag, allebei net iets anders. Laten we eens even beginnen met de vraag van Lotte. Dag, mannen van de Slimmer Presteren podcast hier Lotte van de Knabbel en Babbel podcast. Ik hoorde dat jullie een aflevering gaan maken over visualiseren en dat is wel echt super interessant. Ik heb daar zelf niet super veel ervaring mee, als in ik doe het niet heel erg um, actief. Alleen net voor wedstrijden dan teken ik altijd het wereldbekerparcours. Wat ik me afvroeg was: kun je ook leren van visualiseren? Ik kijk namelijk wel eens veldrijden en ook andere mountainbikewedstrijden. En dan zijn er dingen die ik niet kan of niet zo snel kan. En dan bedenk ik me dat ik dat wel kan door ernaar te kijken. En ik vraag me af: kan ik het daardoor ook sneller? Is daar bewijs voor? Ik ben benieuwd. Doei! Kijk, dan komen we denk ik bij de basis van ja. visualiseren. waar het in het artikel sportgericht ook over gaat: trainen, leren. Niet door het te doen, maar door ernaar te ja. kijken. Het is goed Wat dat zij ze zeggen, zegt de ik ben wetenschap? Er niet heel actief in en kun je, dus eigenlijk haar vraag is kun je, kun je leren door te kijken naar, naar iemand andere. anders? Ja. Um, daar kan ik. Ja, nou ja, goed. Laat ik eerst maar Geen zeggen. Lang en kort Ja. <laughs> Doe maar kort Ik weer. denk zeker dat je daarvan kan leren, maar we noemen dat niet visualiseren of motor imagery. Ah. Uh, valt niet binnen de, de wetenschappelijke niet. sportwetenschappelijke definitie. Nee want definitie. het gaat erom dat jij in charge bent, zeg maar. Ah. Jij moet visualiseren, jij moet. Inbeelden. Dat je het zelf doet. Ja. En dan kan je wel een interne focus hebben, en een, of een externe. En een interne is dat jij ja, euh, jezelf niet ziet, maar wel voelt dat jij die beweging uitvoert. Ja. Uh, of een externe focus. En dan kijk je op een afstand te, naar jezelf, hoe jij een beweging uitvoert. Ja. Maar het is niet zo dat de externe focus kan zijn dat je naar iemand anders kijkt en denkt: Oh, op die manier serveert hij of snijdt hij die bocht aan. Nee. Dan doe ik het ook zo. Dus ja, dat je, is. De, he, je wil maar zeggen, daar kun je wel van leren. Zeker. Daar kun je door geïnspireerd krijgen. Daar kun je iets zien dat je denk: Ja, ga het, ik ook eens proberen. Ja, precies. Maar dan moet je echt die beweging ook zelf gaan maken. uitvoeren, ja. maken. Om dan kun je wel vervolgens met motor imagery of uh, visualisatie. ...die beweging nog beter krijgen waarschijnlijk. Helder. Um, ja, want er zijn best wel wat voorbeelden van... Uh, ...nou ja, eerst de anekdotes... ...vind ik altijd ook wel leuk. Ja. Erben Wennemars, het uh, filmpje... ...daar begint dit artikel ook mee. Filmpje interview met Maart Smeets. Uh, ja, moeten we even terugkijken... Zet we hem in de show notes... ...en dan wordt gewoon uh, gesprek. En dan uh, zegt op een gegeven moment uh, Maart Smeets... ...oké, okay. ogen dicht, uh, Erben... Uh, klaar <laughs> klaar voor, uh, voor de start. Pang. En dan zie je Erben Wennemars op zijn manier uh, heel lichtjes bewegen. En dan precies na, ja, volgens mij, 36,5 seconden, ogen open. En Mark Smeets heeft er geklokt. Ik denk, ja, 500 meter. Precies 36,5. Dus die, ja, en dat komt dan, die, dat is zo komt zo overeen met zijn echte tijd op de 500 meter. Dus hij heeft in zijn gedachten, heeft hij precies die 500 meter afgelegd. Je ziet hem misschien lichtjes die de eerste bocht ingaan. Het is heel leuk om te zien, want je zult bij, bij Erwin maar eens denken, ja, die, die kan niet stilzitten. Hè? Ja, hij je ziet hem heel lichtjes zo van, ah, die is iets aan het denken of doen. Uh, nou, dat is een typisch voorbeeld, dat hij zichzelf eigenlijk uh, de bewegingen uh, tijdens die 500 meter ziet uitbeelden. Uh, en hij, hij noemt daarbij dan uh, grappig uh, Johnny Romme in dat filmpje dan zegt hij ja ik doe dat wel eens met Johnny, dan zitten we gezellig ergens koffie te drinken en dan gaan we zeggen oké okay, even 100 metertje doen en dan gaan ze allebei uh, om beurten doen ze dat dan of, of samen en dan zegt hij ja dan hoor je Johnny ook wel eens kut shit roepen omdat hij een misslag Een misslag maakt. visualiseert, ja. niet waar. Ja, en hij, dus dat is dan, zit hij er zo, ja, voor hun is dat zo levendig. En daar gaat het natuurlijk om, hoe goed kan jij jezelf wel inbeelden, hè? Ja. En daarvoor heb je een bepaalde expertise nodig. Dus het is, uh, dat, dat... Je wil maar zeggen, je moet al de... heel goed kunnen schaatsen ja. om dit te kunnen visualiseren, billet het effect hebben. Ja, laat ik het zo zeggen. Visualiseren in de context van daar iets uh, van profiteren. Ja. Want je kan natuurlijk visualiseren, jij en ik, dat wij uh, pak een beet... Heel uh, hard kunnen fietsen. Ja, als Tom Dumoulin op onze tijdritfiets tijdens het triathlon zitten. Ja, dat noemen we dus niet in de wetenschap echt... Uh, dat noemen we dromen. Ja, dat noemen we dromen, <laughs> ja. Kijk, wat wij wel bijvoorbeeld kunnen doen, is visualiseer onze overgang van uh, in Renkum van het zwemmen ja. naar het fietsen. De wissels, de zeker. Wissel. Ja. ja, sterker ja. nog, dat doe ik tijdens de wedstrijd al. Maar de week het is ook niet visualiseren. Maar in die laatste meter zwemmen ja, ja. ga ik al een keer door de stappen. Wat ja. ga ik zo doen? En maar dan gaat het echt. Hoe goed kun je dat? Want dan moet je eigenlijk je voelt dus. Oké, okay, je voelt dat trapje. Uh, ga je dat trapje benaderen met je rechterhand of links? Hoe dan? Hoeveel treden is dat? Eigenlijk moet je dat allemaal precies weten. Nou, uh, ik begin iets later in de je, sequence. Ik doe waar? Waar, hè, waar laat ik mijn bril? Waar ja. laat ik mijn badmuts? Wat doe ik eerst aan? Wat ja, doe ik tweede aan? Dat is nog best wel grof, stoffelijk. Ja, zeker, zeker. En eigenlijk geeft Het is dit aan. meer een checklist. Als, ja, precies. Als jij echt voor een beweging gaat, dan moet jij die beweging echt tot in de puntjes uh, kennen en eigenlijk beheersen om daar door middel van visualisatie na die te verbeteren. Ja, want dat is even de volgende vraag. Welke spannende titel: trainen zonder te bewegen. Welke effecten mogen we hiervan verwachten? Dan moeten we eigenlijk twee dingen onderscheiden. En de ene is priming, noemen ze dat. Ja, dat is je eigenlijk je even scherp zetten voor een wedstrijd. Nou, en dan werkt het bijvoorbeeld wel wat Erbe Wennemars doet. Of wat Epke Zonderland, Stevast, ook deed voor zijn oefeningen. Ogen dicht en dan ging hij die hele oefening doorlopen. Als een soort rehearsal, even ja. het systeem op Maar dat lijkt dan toch ook wel met hoe ik een wissel in beeld. Ja. Ik kom aanlopen, ik leg dat daar neer, ik doe die schoenen eerst aan, ik doe dan... Ja, eh, en dat is prima. Dat is, ja. Maar dat is kwestie van voorbereiden en misschien een scenario schetsen. Zorgen dat als... op het moment dat je daar onder race druk aankomt, het niet ja. voelt als iets nieuws. Klopt. Maar als iets bekends. Ja. En dus alle, alle nieuwe dingen, alle onbekendheden, uh, die wil je niet hebben. Dus ja. je gaat gewoon voor. Uh... In die categorie zit denk ik ook al die parcoursverkenningen, ja. toch? Ook wat we Lot horen zeggen over parcours tekenen, of ik die een parcours op mijn arm kan zetten. Ja, ja. ja. dus uh, dat, dat is prima. Ik bedoel, die mensen doen het niet voor niks. En er zullen, uh, nou nah, ik weet niet of er studies gedaan zijn, Lo absoluut. Ik denk, als je de ene groep zegt. Uh, ik vertel je niks. Uh, jij moet onvoorbereid. En, ja, en jij mag voorbereiden. Tuurlijk logisch ja. ja. nadenken. Ja. Of niet eens wetenschap voor de... Maar het echte, het echte interessante werk, vind ik dan nog, bovenop dit, is dat ze veel naar krachttraining juist hebben gekeken. Want dan praat je over bewegingen. En daar uh, nou ja echt wel uh, enorme effecten zien. En ze hebben bijvoorbeeld, uh, zet ik in de show notes een groep. Uh, studenten uh, uitgenodigd om uh, de heupstrekkers te oefenen. En normaal doe je die natuurlijk in een bepaalde. Uh, ja, in, in de fitnesszaal. Ja. Ik weet niet hoe. Heupstrekkers en een lunch. Press. Of wat? Oh, ja, ja, maar ja. in een apparaat. Hè. Ja, ja, in dus een fitnesszaal. Je zit fitness die naar voren, je strekt je been. Ja. Of je zit zo ja, juist met je bovenbeen, dat je die uh, uh, omhoog. Leg doet. press. Ja. Yeah. Die leg press. Uh, en dan hebben ze eigenlijk zes weken lang, misschien was het iets korter. Drie keer per week uh, die mensen laten komen. De ene groep ging voor het echi. De andere groep, die kwam, denk ik, wel in die fitnesszaal. Die hoefde niet op dat apparaat te gaan zitten. Misschien deden ze dat ook nog. Maar. En die moest je gewoon inbeelden dat zij die oefeningen deden. Maar dan wel precies. Dus ze, wa ze waren wel ervaren met het protocol. Maar dan ook hetzelfde tempo. En dan uitgelegd: oké, okay, dit is. 80% van je of 75% van je max moet je nu 10 keer doen. Dan krijg je 15 seconden rust. Doe je het nog een keer. En uh, bleek gewoon dat na die trainingsperiode. En de controlegroep die dan niks deed. En het bleek gewoon na die, uh, die trainingsperiode. dat de eerste groep die echt trainde. Nou, die ging volgens mij met pak een beet 30% vooruit. 35. Maar die tweede groep, nou, die ging echt. nou uh, tussen de 20, 25% vooruit. Ook ja. Ja, dat is echt. Ik on... denk je, hoe kan dit? Nou, nou eh, hoe kan dit? Ja, dit heeft dan te maken. Ze hebben dat wel. Er zijn heel veel van dit soort studies gedaan, maar ze hebben ook uiteindelijk naar activatiepatronen in de hersenen gekeken. En daar zie je uiteindelijk dat uh, ja dezelfde hersengebieden gaan oplichten tijdens zo'n visualisatieoefening als tijdens de echie. Um, het overlapt, laat ik het zo zeggen. Kijk, het verschil zit er maar in dat in het ECHI krijgt die gebieden krijgen ook nog input vanuit je van spieren, spieren uh, ja, ja. misschien je hart of noem maar op. Allerlei, uh, in ieder geval, sensorische informatie, die ontbreekt daar. Maar je ziet uiteindelijk, ja, daar zit de, de motorschors, die bepaalt uiteindelijk van uh, daar zitten de motorcentra, die sturen je spieren aan. En dan zie je dat op die manier, door middel van visualisatie, worden die ook geactiveerd. Dus zij zien daadwerkelijk dat daar een, best wel een overlap is. Ze kunnen daar ook zien van ja, wie, wie beter kan visualiseren en wie dat minder goed doet. Toch Want even checken. Na deze periode zijn de proefpersonen die gevisualiseerd hebben bijna net zoveel sterker geworden. Ja, nee, nou ja, dus er, er is in die spieren, de helft, de helft tot twee jaar. Is echt iets gebeurd? Nou, nee, ja, niet in die spieren zelf. Ah, dat, nou alleen ja, maar in de central governor. Waarschijnlijk. Ja, central governor. Ja, in nee, de motor, nee, maar in, in, de je, in je brein. Ja. In de aansturing. Dus daar heeft iets te maken met aansturen, inderdaad, van, van de zenuwen. Eh, sneller, eh, beter. Eh, de verbindingen ook daar in die hersenen, waarschijnlijk. Kijk, zou zag... dit te maken hebben. Doe me maar denken. Twee weken geleden hebben wij van Geert Savelsberg geleerd ja. over de magische en zwaar onderschatte factor. Coördinatie, ja, zou het kunnen dat je van het visualiseren wellicht op dat... die coördinatietraining effect hebt? Het heeft alles te maken met uh, ja motor aansturing. En, ja. en uh, ja, nee, zeker, helemaal mee eens dat er met de spieren echt iets gebeurt. Um, ja, ze hebben ook wel eens met EMG, dus de elektrische activiteit, gemeten. En dan zie je toch altijd dat wel, ja, net zoals Wennemars kon niet helemaal stilzitten. Iedereen die echt goed visualiseert, zie je dan toch een beetje dat die... Ja, als je het goed doet... Dan gebeurt ook iets. Ja, dan span je toch wel iets aan. Is er wel wat activatie. Dus je kan niet helemaal uitsluiten. Maar ja, je, je, op zich... Kijk, het beste zou zijn als ze in die studies dan ook nog die spieren apart, zeg maar... Uh, ja, kijken naar de maximale kracht los van. Dat is niet zo vaak, denk ik, gebeurd. Want ja, uh, ik denk dat ze kiezen natuurlijk ook oefeningen waarbij je denk ik coördinatie heel belangrijk is. Ja. Dat, dat ja. kan je niet uitsluiten. Maar ik was, uh, en uh, dit is heus niet de enige studie, want je uh, laatst ook een studie juist bij, bij D-training, bijvoorbeeld in corona, als een uh, groep uh, basketballers uh, uit Amerika staat ook in dit artikel beschreven. Je wijst nu ja, op sportgericht. Ja, ja, die konden een tijdje gewoon niet, uh, geen wedstrijden spelen. En dan kregen zij uh, wat uh, krachtsoefeningen, dus weerkracht. Volgens mij ging het om squatten en ook een soort uh, benchpress-achtig ding. En dan zagen ze eigenlijk in vergelijking met de groep die dit niet deed. Zij moesten nog wel hardlopen in de tussentijd. Ik denk dat ze misschien niet in een zaal terechtkomen of zo. Dus echte training zat er gewoon niet in. En dan keken ze naar een aantal uitkomstparameters, bijvoorbeeld sprongkracht uh, en puur spierkracht uh, in de benen. En dan zagen ze gewoon dat die groep die het visualiseerde eigenlijk ja, uh, goed in staat was om, uh, om hun kracht te behouden op die manier. Wow. En dit is wel, moeten we niet vergeten, dit doe je niet even uh, ja, een uurtje per week. Nee, dit gaat echt al op programma's die wekenlang duren. Van, het varieert van drie tot zes tot acht weken wel. En dan dus in het geval van deze basketballers kregen ze te maken een met een week. lockdown. Ja. En vanuit hun trainer werd dan gezegd. Ga nu een uur krachtoefeningen visualiseren. Ja, in plaats van in je eigen tuin uh, squatten. Ja, maar wel dus netjes. Kijk, ze waren bekend met de oefeningen. Dat moet ja. wel. En dan ook precies op hetzelfde ritme. Dus maar als in theorie liggend in je bed. Uh, je, je moet een goede stoel, een goede plek vinden. Ja. Nou ja, daar nou, komen waar zo op zoek op ben, de praktische uitvoering. Ja, ik bedoel, gaan ja. we gaan we dit nou, dit, gaan we hier nou trainingen mee vervangen? Wil, nee, nee ja. toch? Nou ja, dat kunnen zit... beter echte squats doen dan squats inbeelden ja, nee, dus waarom zou je dit doen? Er wordt dan gezegd voor mensen die inderdaad geblesseerd zijn, ja. bijvoorbeeld tijdelijk, of ja. uh, even niet naar de sportschool kunnen, ja. op deze manier omdat die dicht is, of toch thuis zitten in de, en, nou ja, even een half uurtje over hebben. Dan is het een goede nou, aanvulling, denk ik. Kijk, je bent benieuwd. Stel, nou ja, ik, nou, nou, dit is wel een fantastisch verhaal. Dat komt ook altijd terug. Er is een, um, een legerofficier, ja. uh, Amerikaans. Die moest, uh, het was een uh, ja, recreatieve golfer, maar wel best wel fanatiek. En die had een, een vast baantje waar die oefende, maar dat had een behoorlijke handicap. Pak een beetje plus uh, 18. Uh, die werd uitgezonden naar Vietnam. Uh, werd daar krijgsgevangen genomen. Heeft zeven jaar in de bak gezeten. En die heeft. Uh, ja, het nou, was geen fijne tijd. Duidelijk. Kon, kon niet naar buiten. Mocht niet naar buiten. Maar wat hij gedaan heeft. Is elke dag. Heeft hij een stuk van het parcours. Of van, de, van de, 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 de De 36 holes. Elke hol waarschijnlijk. Echt. Nou ja, tot in den treuren gevisualiseerd. Dat hij daar. Dat hij die baan liep, dat hij afsloeg, dat hij putte. En uh, zeven jaar volgehouden. En hij komt terug in Amerika en hij loopt die baan. En hij doet het echt fantastisch. Ja, dat is dan een NHB En dat is dan en... het anekdotisch ja. bewijs. Van kijk eens hoe goed die man ja. getraind heeft door alleen maar de visualiseren. Maar er zijn ook Olympische sporters. Uh, een, een schoon springster die geblesseerd was geraakt aan de voet. En dan eigenlijk tot twee weken voor de Olympische Spelen. alleen maar door middel van visualisatie. haar sprongen heeft kunnen oefenen. Maar dat wel ja, heel. Op het, met hetzelfde tra trainingsschema deed. zoals ze al gewend was. Um, dus ja, daar zit ontzettend veel kracht in. Um, de vraag nu is. en dat is een goede, want. Doet, ja, ik heb nog een beetje het uh, idee van. Dat nou, ga nou niet denken van. Ah, Goed, lekker vanuit de luie stoel. Ik ga ook eens even. Een, uh, dat uh, was de klw ja, we die, ja. die natuurlijk op de, op de kop van deze aflevering staat. Nou, dat doet uh, Nicky goed. Die, die Nicky, de aan. auteur van ja. Sportgericht. Hè? Die geeft uiteindelijk. Uh, ja, handvatten of. Uh, 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 in de praktijk heet het dan ook. En Hoe jurgen, pas je jurgen, dit jurgen. toe? Voordat we die praktische tips gaan doen, even één andere tip. Jurgen, wat is eigenlijk het slimste moment om je badkamer schoon te maken? Direct nadat je hem gebruikt hebt natuurlijk. Meteen na het douchen, gelijk sprayen, even laten inwerken, afnemen met een Zodoek en klaar. Aha, dat klinkt slim. Schoonmaken gaat super gemakkelijk met een slim schoonmaakpakket van Zo. 100% natuurlijk, vegan en zonder verspilling. Vanaf nu ook verkrijgbaar via onze slimme presteren webshop of via zo schoon.nl de truc is niet schoonmaken, maar schoon houden. Zo, so, dat is lekker schoon. Hey, ja. Vertel, dus hoe heeft de... moeten we het juist wel en juist niet? Ja, nou ja, er bestaat het Pet Lab-model. Um, nou, pet, lab? pet Lab? Ja, want het is Engels. En de, P, de eerste P is van physical. Ja. Oh, er wordt een afkorting. En dat betekent de fysieke aard van de inbeelding... inclusief de lichaamshouding, kleding, sportuitrusting... het geeft eigenlijk aan ja, hoe serieuzer je dit wilt doen... Dan, ja, dan ga je er ook echt voor zitten. Misschien al... In je sportkleding, begrijp ja. ik dat nou? Ja, ja in een de, in de, in de bepaalde houding. Dus in je bed is toch denk ik wel anders als jij bijvoorbeeld op jou... Het wil niet per se zeggen dat jij op je tijdritsfiets uh, houding gaat zitten... Maar ja, daar zit een beetje, zij beveel, of het wordt wel aanbevolen om het dan ook serieus te nemen, je, je om te kleden. Maar bijvoorbeeld de omgeving, de, de E, de environment, is ook, ja, voer hem uit op het voetbalveld als je een voetballer wilt. Ja, ik begin, ja, ja, snap nou, je? Ja, is... ik begin nu heel sceptisch te worden. Want nu ga je mij dus vertellen dat ik in mijn sportkleren naar mijn sportlocatie ga. Van nou een gymzaal, een voetbevel of een ding ja. is, Om vervolgens daar niet te gaan zitten sporten, maar te gaan zitten visualiseren. Ja, 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 ja nou goed. Dat zijn alleen maar tips die hier aan de hand en nog weleens, worden. En blijkbaar, ik kan me helemaal voorstellen, als ja. je geblesseerd bent. Of om wat voor reden ook even niet mee kan doen. Ja. Voilà. Ja. Maar dan, dan ja, is dat maar... toch de plek van deze methode, of niet? Ja. Zeker, want ik denk, maar vergeet niet, die studies die gedaan zijn. Je moet dan ook wel echt die uh, precies hetzelfde programma uh, volgen. Beeld jezelf in dat jij dit aan het doen bent. Ervaar gewoon dus alsof je spieren aangespannen worden. Ja, en ik denk dat daar nog voor heel denk, veel mensen. Ik denk dat voor dan zo gaan meedoen met de bodyboost. Ja. Denk je daarvan? Ja, maar dat, dan... Ik denk nu dat ik een sit-up doe. Dus we hebben nog wel een probleem, denk ik, van de vertaling van de wetenschappelijke studies ja. naar de echte praktijk. En daardoor wordt eigenlijk ook altijd toch wel gesuggereerd. Ja, zoek misschien een uh, ervaringsdeskundige op: lees een, uh, een ja, mental coach, een sportpsycholoog, iets in die hoek. Die echt weet hoe je dit dan in de praktijk uitvoert. Dat is een beetje de boodschap, toch, die ik tuurlijk uh, meegeef. Dat uh, ga, ja, ga alsjeblieft niet. Kijk, de wetenschappelijke studies die laten echt allemaal. Die zien. laten effecten zien. Zeker. Maar, nogmaals, dus, die, die zijn hè? heel ja. goed uitgevoerd. Zou, precies. Dus wij zouden kunnen neigen naar. Uh, Zeker. Zinvol. Uh, trainen zonder bewegen, visualisatie, ja. zinvol. Ja. Maar waar we bij sommige afleveringen zeggen... Joh, dit voelt zinvol, maar er is geen bewijs... maar durven het wel onzin te verklaren... neigen we bij deze dus andersom. Ja. Er is veel bewijs, maar nou, hoe maak je het zinvol? Ja, daar, daar ben ik heel benieuwd... hoe mensen het in, in de praktijk echt zelf doen. Ja. Ik, ik doe het dan niet op de manier zoals... Ja, ik doe het inderdaad af en toe. Is bij een, als je op de fiets zit, ga je eens nadenken over... Uh, hoe zou het parcours er straks uitzien? Ja, maar of... dat is het niet, begrijp nee. ik van jou. Dus, uh, Zullen we dat uh, zo is aan onze top uh, trainer. Ja. Gaan vragen. En het, en, en hier ook belangrijk bij. Het is dus ook, jij kan alleen maar visualiseren inbeelden, bewegingen, zoals jij ze zelf al onder de knie hebt. Ja, ja, ja. Dus je kan niet uh, doen. Ergens van... moet het in je fysieke spiergeugen ja, zitten natuurlijk. Ja. En dan daarvoor om naar een hoger niveau te gaan, moet je toch eerst zelf die beweging leren of beter worden. Ja, ja. En dan kan je weer je visualisatie. Kortom, op, vind uh, ik nog een exact. argument waarbij ik denk: oké, okay, dus dit is fantastisch voor mensen die uh, geblesseerd ja. raken, terugvallen en ja. op de weg terug zijn. Ja. Want dan zit ergens die herinnering en die kennis in dat lijf, in die spieren, en dan kun je natuurlijk zonder belasting wellicht dat uh, terugkrijgen. Ja. Voordat we gaan zoomen met vroemen, wil ik ook nog even een, een bochtje maken via de weg de vraag van Anne van de Knabbel en Babbel okay, podcast. Ja. Zelf visualiseer ik eigenlijk heel erg veel. Ik ben mountainmeister en ik doe World Cups. En onze World Cup parcoursen komen elk jaar wel terug in de kalender. Dus de meeste parcoursen kan ik ongeveer dromen. Nou is dat heel erg handig, want zo kan ik op die manier... mijn parcours eigenlijk um, oefenen... zonder dat ik me fysiek hoef in te spannen. Nou zou ik wel eens van jullie willen weten of jullie voor mij kunnen uitzoeken hoe het ervoor staat met de technologische ontwikkelingen op dit gebied. Zo heb ik bijvoorbeeld een keer gehoord over een, een sportbril waar minuscule cameraatjes in zitten. Die echt heel breed je omgeving kunnen filmen. En dat zou voor ons natuurlijk ideaal zijn, omdat, uh, ja, omdat we dan echt het parcours volledig kunnen zien. Dan heb je niet alles in je hoofd, misschien, maar dingen die je vergeet, die kan je toch nog op beeld terugkijken. Dus ik ben wel nieuw hoe het ervoor staat met die ontwikkeling, want uh, visualiseren is erg interessant en ik denk dat uh, ja, techniek daar ons wel een handje mee zou kunnen helpen. Ja, komen we toch weer terug bij waar we begonnen, ja. het visualiseren van parcoursen. Ja. Ook vette gadgets, dus ik ben wel even benieuwd. Superbelangrijk, uh, Denk uh, aan uh, van de poel en, uh, en het plankje bijvoorbeeld. Hè? Ja, Zijn we weer terug ik in Tokio? Uh, ja. Ja. Hey, ja, nogmaals, maar ik, dit, dit vond ik wel heel interessant. We hadden het over de VR-bril ja, ja, van Annemiek van Vleuten ja. in Tokio. Maar ik was een beetje aan het nadenken over Anne dat die het prettig zou vinden om een hele wijdse blik te hebben van het parcours. Ja, en dan vraag ik me af, is dat wel zo, uh, Anne? In dit geval. <laughs> Want in hoeverre... Kijk, kijkgedrag is een groot ding ook. Hè? Daar hebben we ja. het met, met Geert... Uh, ja, die Berg, doet daar veel onderzoek had. naar. Ja, En ik moet denken aan... Uh, ik weet dat ze bijvoorbeeld bij... Uh, in de tennis hebben ze... Bij de KNLTB, de tennisbond... Een VR-bril zijn ze aan het ontwikkelen. Ja. Um, om eigenlijk... Um, tennissers voor te bereiden op... De service van een... Toekomstige tegenstander. Ja. Met het idee van, nou ja, bijvoorbeeld, uh, goed, jij bent uh, Botik van de Zandschulp... en jij moet over uh, de volgende wedstrijd tegen uh, nummer uh, 63 van de wereld... waar je nooit tegen getennist hebt. Nou, we hebben beelden van die, uh, die nummer 63. Precies de manier waarop hij serveert. En eigenlijk probeer je dan hem voor te bereiden op die specifieke service. Dus wat, je, wat je doet is, volgens mij heb je een hele range van services... laat je in, in jouw hele database... Van die bril en dan zet jij uh, die bril op. en dan ga jij uh, specifiek inklikken. Nou, we willen. Uh, die en die, uh, dat nummertje. En. Uh, Dit nou, is ga... gewoon uh, Wii Sports Tennis naar uh, net ja. level, zeg maar. Maar wat dan interessant is, waar zij namelijk ook onderzoek naar doen. is om te kijken van waar. kijkt nou een tennisser specifiek naar bij de service? Ja. En dan heeft het helemaal geen zin om een heel breed beeld aan te bieden. Nee. Ja, dat kan wel, maar ja, dat, dat, dat is leuk voor de recreant, zeg maar, die een beetje bloemetjes aan het plukken is. Specifiek kijkt natuurlijk een top kijkt bijvoorbeeld naar de houding van, uh, die, van degene die serveert. Van hoe houdt hij de ballen vast? Uh, hoe is zijn grip precies gedraaid? Uh, heeft hij nog, uh, hoe, hoe stuit hij de bal van tevoren op? Hoe gooit hij hem op? En dat is eigenlijk het echte kijkgedrag van een topsporter. Die kijkt naar een bepaalde, om, vooral omdat snelheid zo hoog is, ja. kan die niet wachten tot die bal komt. Um, dus dat aspect moet je eigenlijk ook meenemen, denk ik, als je het op de beste manier wil doen. Dus daarom vraag ik me af, is het voor Anne niet handiger als ze ook haar kijkgedrag meten tijdens als zij het parcours ja. meet? Ja, waar kijk je als je rijdt? Ja, ja. en dan zien van ha, Anne kijkt bijvoorbeeld als de bocht naar rechts gaat, kijkt ze specifiek. Nou, een stukje die bokt ja, in. Ja, of ja, kijk ja, ze. Of niet, ja. Eh, wat als er gebeurt er op het moment dat er een tegenstander voorbij komt? Gaat ze juist kijken naar die tegenstander? Ja, nee. En dan op die manier achterkomen van wat, uh, nou ja, wat de plussen en minnen misschien van haar kijkgedrag zijn. Hoe dat verbeterd kan worden. Er zijn twee aspecten. Kan je ja, kijkgedrag verbeteren? Ja, dat is een ander onderwerp dan zijn vraag natuurlijk. Maar je zou zeggen: hier, eh, je vertelt dus eigenlijk nu technologische innovaties in het tennis. Ja. Eh, en ik ken. Volgens mij in een van de laatste afleveringen van BVSC zat een promovenda, ongetwijfeld eentje van Geert Zavelsberg dan, die onderzoek had gedaan bij honkballers oh ja. naar ja. wanneer bepalen zij nou waar of ze slaan of niet. Ja. En dat was echt ja. na onderzoek, want ze dus, dat oog werd ja. ook dicht gedaan. Hè? En dan gingen ze de hele tijd kijken van hoeveel bal moest jij nog zien Precies. om te bepalen ja. of je wel of niet sloeg. Ja. Nou, dat hetzelfde, hetzelfde idee ook bij ja. tennis gebeurt dat ja. ook. Van, ja. uh... Maar dat is even iets anders. Ik kan me ergens wel voorstellen wat Anne zegt. Want volgens mij als je, uh, stel, zeker natuurlijk bij World Cups. Zij, zij opereert op wereldniveau, moet je veel reizen. Kan je dus niet nee. even parcoursverkenning doen. Dat ik, mij lijkt het ook fijn om zeker in de voorbereiding een breed blikveld yeah. te hebben. Omdat je natuurlijk bewust, maar nog waarschijnlijker onbewust, markers hebt. Ja. Die boom, die rots, Precies, die helling. Die, ja. Daar zie ik de lucht. Die visual veel. cues, noemen ja, het dan. Die om heb je te nodig. bepalen waar ja. op het parcours je zit. Het ja, kan wel ja. zijn dat ik daar niet expliciet naar kijk, maar die helpen mij wel. Ja, maar dan kan ik me ook voorstellen dat. ja, Dat is het lastige. Dat je hebt met seizoenen te maken. Ja, ja, dat ja. Als een, uh, Hoe goed een, zijn die beelden? Ja, ja. Als een boom in, uh, in bloei staat in de zomer en jij rijdt er in de herfst uh, langs. Ja. Dus dat dat ook verwarring kan geven. Dus in, ik snap het ergens wel dat je een brede ja dit zou volgens mij een, een eerste oriëntatie zijn ja uh, en dat ze dan rustig op die manier zonder af te reizen naar een beeld kan krijgen ah dit parcours uh, ziet, er ziet er zo, uit. zo uit ja uh, en dat de eerste bij, ja het, het blijft er dan denk ik bij dat ze dan toch de volgende keer gewoon de parcours van tevoren de week zelf moet gaan rijden en dan zou het volgens mij ook wel zo interessant kunnen zijn om voor haar voor zelf te bepalen van waar haar visuele visueel vis ja, ja, tijdens voor de volgende de keer race zelf en dan weer ja. te kijken of je daar nog in kan verbeteren ja. door verder vooruit te kijken of juist niet of juist ja. wel ja. oké okay. uh, zij vraagt ons heel breed weten wij iets van technologische innovaties op het gebied van visualisatie nou we hebben er nu al een paar gehad VR brillen uh, brillen met camera brengt zij zelf in. Ja, je kan natuurlijk. Uh, dat heb je toch ook. Uh, van 3D naar 4D. Wat is dat? Ja, volgens mij <laughs> heb je toch met die, die bioscoopfilms ook al. Etcetera. Ja, dat je de wind en de spetters ja. door je haren voelt. Ja. Maar dat is precies wat ik. Uh, dat eerste punt. Ah. Dat je de of dat, uh, environment, de omgeving. Dat jij op het sportveld moet gaan zitten. Dat je het gras ruikt. Uh, en inderdaad, in het geval van, van haar. Als jij ongeveer de weersomstandigheden weet, of die er op dat moment spelen, als je die factor ook bij kan nemen, ja, dat helpt allemaal om zo goed mogelijke inbeelding te krijgen van wat jou straks te wachten gaat, staat. Ja. Dat is één. Uh, misschien denk zij aan. Hey, en toch soort... nog even checken. Jij zei iets eerder in de aflevering al: er is niet echt wetenschappelijk aangetoond of aan te tonen. Of mensen die zich heel erg voorbereiden. Hè, parcourskennis, of dit soort voorbeelden, of die beter presteren of niet. Hè? Dat is eigenlijk niet te onderzoeken. Ja, nee. nou ja het is het gewoon is, voorbereiding, ja, zei je al. Ja. 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 En hoe iedereen dat op een bepaalde manier doet. Kijk, het kan ook negatief gaan werken als jij als bij jou angsten oproept. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een bepaalde afdaling. Ja. Of uh, je bent een keer gevallen in een bepaalde bocht. En elke keer als jij weer die bocht gaat bekijken op jou, uh, uh, of op jouw scherm of op je VR-bril. En elke keer zie je jezelf wil onderuit gaan. Ja, dan kan het dus ook. Dus dat... Ja, oké, okay, maar dan ben je toch die herinnering lekker aan het overschrijven met allemaal <laughs> keren dat ja. je niet onderuit gaat. Nee, maar dat is ook wel een aspect van. Ja, eh, ga nou niet denken dat het per se de, de heilige graal is nee, eh, voor jou en voor iedereen. Um, dus je kan daar ook in, in doordraven, laat ik het zo zeggen. Um, Technologisch denk ik dat er wel iets aankomt of zal zijn, allang dat je een beetje uh, al instructies kan krijgen. Van oké, okay, let op uh, in je oortje dan terugkoppeling o over 10 seconden. Scherpe bocht naar rechts, uh, denk daaraan of ga nu al in je remmen. Uh, ja, dat kan allemaal hulpmiddelen, maar die zullen uiteindelijk tijdens de wedstrijd verboden worden. Of waarschijnlijk, zijn. ja. Uh, ja, net zoals die technologische uh, innovaties, dat je natuurlijk een Google Glass. Krijgt, Ik wou zeggen, het ging onlangs uh, bij ons op de UHTT, Utrechtse Utrechtseverrug Triathlon Club app, ja. toch ook over zwembrillen ja. met data. Ja. ja, dus dat jij niet meer op je vermogensmetertje uh, op je uh, ja, te kijken, maar dat je het in beeld krijgt gewoon vanuit ja, je oog Of dus in je oortje vertelt. Dat kan allemaal. Ja. Ja, is er al. Is er al. Maar ja. zoals wij toen al grapten, er is nog weinig onderzoek wat aantoont of dat uh, tot betere prestaties leidt of niet. Uh, ja, dat is en ik denk dat het heel erg met ervaringsniveau heeft te maken ook. Ja, persoonlijk denk ik ja, het zou mij maar afleiden en wat als zo'n ding uh, een fout maakt of iets verkeerds invluistert. Ja, je... <laughs> Zoals die bejaarden die de vijver inrijden omdat Google <laughs> ja. Maps zei, u moet hier linksaf. Dus ja. je kan niet blind afgaan op die technologieën En dat zal altijd zo blijven. Dus blijven hulpmiddeltjes. En, uh, ja. We gaan maar eens even aan Guido vragen of hij hier nog wat aan toe te voegen heeft. Uh, de spannende tussenconclusie, kun je trainen zonder te bewegen? Dat is dus een zaak, ja. ja. Maar dan nog een paar mitsen en terzijden. Zeker. Leuk. We gaan zoomen met vroemen. We gaan zoomen met zoomen. Zoom zoom zoom. Vroom vroom. Guido. Hey Guido. Goedemorgen. 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 Hey voordat we het gaan hebben over visualiseren, even misschien uh, iets serieus. Ik twijfel toch echt of ik volgende week ga starten in Rotterdam. <laughs> ja, dat mooi. Ja. Heb je het al? Uh... Het allemaal voor, voor de geest gehaald dan? 1 april! <laughs> <laughs> Tuurlijk, gaan we starten volgende week. Ik heb er zin in. Lekker ja, ja, uitrusten. Ja. He? Ik ben fitter dan ooit. Ah, ik trap er ook in, Dino. Dus uh, <laughs> nog maar één ding, ding te doen parcours kennen. Nou, ja. dat ken ik al. Ja. En uh, visualiseren ja, wat hoe het, ik daar... Als het parcours nou uh, uh, ineens veranderen. Ja, daar kan ik denk ik ook nog wel aan. Zoveel okay. kilometers gaan ze niet veranderen. Nee, ik uh, ben alleen maar aan het visualiseren hoe ik daar die klok op die finishboog, daar op drie uur nou, we dan maar zeggen 29 minuten en ja. uh, een paar seconden zie staan als ik daar uh, juichend overheen uh, maar fris hoe, als een hondje. hoe kom jij dat Kralingse Bos door? Hoe voel jij ja, je dan, ge ja, dat voor, voor de bij. verandering. Ik voel me dan wel moe. Maar niet dat ik denk, uh, brrr, ik, ik ga... kan niet meer, ik wil niet meer. Ah, okay. hè? Gewoon rustig door. Ah, okay. ja, beetje dan, dan, dan pace, wattage, een beetje stabiel houden. Ja. Ja. Misschien iets lager dan Guido heeft gezegd, omdat het toch een beetje tegenviel. Maar dan douw ik er gewoon nog, nog een zelletje in. Zelletje erin, hepske. En gaan. Maar wat als? Nou, dat even serieus. Dat is wel echt waar ik bijna nog het meest over visualiseer. Mijn grootste punt, ja, natuurlijk moet ik dat ding lopen. Ja. Maar dan geloof ik inmiddels wel. Eten! Ik moet eten! Ja. Dat heb ik tot nu toe iedere keer fout gedaan. Ah, oké. Okay. Ja, nou, ja. Dus dus ik ben ik... zelfs al aan het nadenken, omdat ik Ik zei net tegen jou eerder in de aflevering: je kan mij een willekeurige kilometer geven, dan weet ik hoe het daar eruit ziet. Ja. Dus ik ben zelfs al aan het nadenken: waar pak ik die celletjes? Okay. Ja, ah, kun je ook plannen, hè? Ik wil zeggen: ja, weet je, dat punt, daar, als ik daar langs zo, dan pak ik die gel. Ja. Maar, oh wee, als je dan dat niet doet, daarachter komt, oh vergeten, hoe ga je daarmee om? Dat is ook onderdeel van. Nou, vergeten maakt me nog niet zoveel zorgen over. Ga je het dan inhalen juist? Nee, of nee. sla je hem ja. over? Ja. Waar, ik, waar ik, als ik terugdenk aan 24 oktober, uh, daar heb ik het gewoon niet gepakt, omdat ik er oh, geen ja. zin in had. Ja. En dat ben ik eerder aan het visualiseren dat ik mezelf dat niet meer toesta. Ah, okay. Hè? Dus als ik er geen zin in heb, ja, jammer dan. Ja. Het moet. Toch? Maar, Koos? Jurgen, of niet? Jurgen, wij gaan daar gewoon staan met zo'n ding. Ja. En hier, dit ga je nu door je strot naar binnen duwen. Ja, ja niks luisteren naar ja. gevoel. Opeten. Trechter in zijn trecht mond en proppen maar. Ja. En slikken. Zo gaan we het doen. Precies. Ja, zo, okay. gaan het, zo gaan we het doen. <laughs> ja. Dus, hey, visualisatie hebben we het over, Guido. Heb jij daar, ja. uh, wat, wat, wat komt er bij jou boven als je daaraan denkt? Parcourskennis zijn dat vaak dingen. Hè? Dus dat je het weet. Van, ja, je verkent het parcours vaak. Kijk, bij marathon lopen is dat minder spannend. Ja. Um, als je een, um, een triathlon, uh, een wedstrijd, uh, um, uh, voor mij part als het een Ironman is, dan moet je toch wel bepaalde, uh, uh, bepaalde passages wel verkennen om te weten van ja, hoe stijl is die klim? Uh, dat ik weet van welk verzet heb ik daar nodig als het heel stijl wordt. Mountainbiken, daar zitten natuurlijk ook nog min, meer moeilijkere passages in. Downhills, rock gardens, noem het allemaal maar op. Dat wil je van tevoren goed gezien hebben, zodat je daar ook op kunt instellen. Zodat je dat voor je geest kunt halen zonder dat je op die fiets zit van, ah, daar, is die, uh, daar hebben ze dat trappetje weggehaald. Ja. <laughs> Om nog maar eens een pijnlijke anekdote ja. erbij te halen. Is ja. dat zo? Nou, ja. nee, ik weet het niet, maar ja. ik denk, nu maar een voorbeeld. Ja. Ja. Maar dat is, weet je, je moet dus, dat is wel een voordeel als je jezelf, als je gewoon al voor de geest kunt halen, zo loopt dat parcours. En daar, daar is het een lastig stuk en daar moet ik focus hebben, daar kan ik weer extra hard naar boven. Dat is eigenlijk gewoon, geeft jou um, zelfvertrouwen. Kijk eens even naar jouw toppers. Hè? Uh, dat noem ik toch altijd Jetsen en, en Anne. Bijvoorbeeld als die in dat het buitenland van het die he? zitten in het buitenland. Een belangrijke race, World Cup-achtig ding, of misschien Olympische ja. Spelen. Die gaan van tevoren altijd het parcours uh, uh, verkennen. En betekent ja. de eerste keer in een rustig tempo om eigenlijk alles in zich op te nemen. Van, okay, ja, wat zou je moet... zeggen, dat is, niet... dat is wandelend. Dat oh, ja? is wandelend. Oké. Okay. Ja, ja, dus met de fiets. ja, course check. Wat Anne altijd doet is eerst wandelen over de route en alles goed bekijken. Ah, Oké. Okay. Daar begint het al mee. En dan kan ze al zien van, ja, ja, weet je, zo kan ik hem nemen of zo kan ik noteert, hem nemen. Je altijd... ja, noteert ze dan iets in, of is het allemaal in haar hoofd dat ze denkt, op dat moment al inderdaad nadenkt, hier ga ik links, hier ga ik rechts. Ik weet of niet of dan. ze het noteert ja. of dat ze het zo weet en zo. Ze neemt fotootjes, filmpjes. Ah, Oké, okay. ja. Ik weet nog dat ik heel veel filmpjes eh, toen kreeg van het Rio-parcours, toen ze daar was geweest. Ja. Dus dan konden we ook bekijken, van, nou ja, wat zijn lastige passages. En, en dat helpt ook, hè, weet je, als je dingen filmt, kun je kunt overal met je telefoontje alles ja. filmen, zeker bij dat soort dingen. En dan kun je het stra daarna weer bekijken en dan denk ik, oh, kijk, zo en zo, dan kun je het nog een keer bekijken en nog een keer. Dit uh, doet me toch aan iets denken. Het is een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar uh, Anne Tauber had het hier ook net over in haar vraag. Want dan uh, kan ik het filmen en dan hoef ik er niet naartoe. Ja. En opeens in de voorbereiding moest ik denken aan... Dat is ook wetenschap. Victor Mits, jullie kennen hem ja. wel, van het programma Mindfuck. Die had een experiment <laughs> dat die mensen een museum instuurde. Naar vijf schilderijen liet kijken... En de ene groep proefpersonen, mocht hun telefoon daarbij gebruiken en eventueel foto's maken. En de andere groep mocht dat niet. Toen moesten ze bij hem terugkomen en had hij bij die vijf schilderijen iets weggehaald. En dan moesten zij daar een detail over vertellen. Welke kleur is de lucht? Hoeveel van die dingen staan er? En wat kwam eruit, Jurgen? Ik zie jouw knikken. Ik denk dat degene die niet de telefoon gebruikte, het meteen wel zagen, het beter zagen dan degene die de telefoon ja, wel gebruikte. Inderdaad, ja. wetenschappelijke studie. En hoe komt dat? Omdat je natuurlijk het idee, ach, ik, uh, ja, je bent gefocust meer op hoe maak ik die foto met het idee, die kijk ik nee, later nog wel. Nee. Een keer. nee. Mentale offloading noemde die dat. Omdat je denkt, ik heb een telefoon, dus ik kan het later terugkijken. Wordt het minder goed opgeslagen? Ja, ja precies. Nou, ja. nogmaals, ik zei een beetje vreemd, in de, beet, eh, in de, in de bijt in deze context. Maar ja. ik dacht wel even over na. We hadden het eerder in deze aflevering over video's en films en alles maken over dat parcours. Misschien is het wel gewoon beter om het toch gewoon zelf te lopen zonder filmpjes. Of niet? Nou ja, ze doen beide dus. Hè. Weet je, ze lopen ja. het. Alle terps, die loopt, die loopt het parcours. Die wandelt het hele parcours. Ja. En, en bepaalde cruciale uh, stukken die. Zet ja, ze dan nog even, daar ja. maakt ze dan nog even een filmpje van. Maar ze is er gewoon, weet je, ze, ze kijkt er gewoon dat helemaal na. Ja. Nee, maar dus dan dat is, is het, denk ik prima. En dan overlegt ze dan ook met jou af en toe van, hé, uh, hey Guido, uh, wat zou jij doen bij deze bocht? Binnen, binnen bocht? Ja, niet zozeer de technische dingen, van een rock garden ja. en zo. Dat is voor mij ook niet te doen als ik nee. dat alleen maar met een filmpje zou moeten doen. Um, en um, bij haar team hebben ze echt hele goede uh, uh, mensen rondlopen die daar ook uh, uh, technisch ook heel veel goede aanwijzingen geven. Meer is het. In de parcours van, nou, daar is een langere klim die zo stijl en die duurt, hè, daar doe ik zo lang over. Ja. Kan ik daar bijvoorbeeld uh, um, uh, een actie inzetten en dan hoe hard kan ik dan rijden zodat ja, ja. ik daar mensen pijn kan doen, los kan rijden? Ja. Dat soort dingen. Dat, dat bespreken jullie wel echt met elkaar voor. Dan komen al die wattages en al die analyses van jou. Uit Niet de elke klas. race hoor, maar nee, sommige maar, zijn, zijn natuurlijk wel ja. belangrijk. Ja. Kijk, we ja, zeggen ja, ja. nou. Je kan wel tot uh, zoveel wat pushen. Ja, ja, ja. Kijk, ik heb onder... die World Cups die zijn bijna altijd dezelfde uh, plek, dezelfde route. Ja. Daar verschilt niet heel veel aan. Nee. Um, en ze rijdt ook, als ze gewandeld heeft, gaat ze ook natuurlijk nog uh, één of twee of drie keer. Die route rijden. Dus dan krijg ik ook een file daarvan. En dan daar kun je met file kun, kan ja. ik natuurlijk ook GPS-stijgingspercentage stij, en al die dingen zien. En hoe lang die duurt. Hè? Hoeveel honderd meter uh, duurt die klim? En daar kan ik natuurlijk ook op gaan beslissen. Nou ja, weet je, het duurt, je doet er ongeveer als je 300 watt rijdt, doe je er ongeveer 90 seconden over die klim. Ja. Ja. Hè? En dan denk je... ja, maar eigenlijk kun je 90 seconden. Als je dat, want je herstelt daarboven ook wel weer van. kun je misschien wel 320 watt rijden. Precies. Ja, precies. Aha. ja, ja. dat is echt. Uh, dat over biedt perspectief. En eigenlijk. tegelijkertijd denk ja. ik dat Jurgen ook denkt. Ja, maar wat als je tegenstander nou net 325 gaat. ga je die dan laten gaan? Of uh, spring je toch in het wiel? Ja, nou ja. Dat, de, weet je, dat is de wedstrijd. En ja. dan, uh, maar als je zelf moet dicteren. Exact. en je wilt zelf gaan. dan weet je hoeveel dan, je veilig kan pushen. Dan kun je natuurlijk dat gaan doen. En dan. Ja, hoor. De belt ze net. Hey, hoe, ja. hard, <laughs> hoe hard moet ik. Nu gaan? Ja. Zul je dat net hebben? Ja. <laughs> ja. Nee, maar dan kun je dus gewoon een actie zelf opzetten. Maar als een wedstrijd is en iemand anders is. Ja, dan, um, dan volg je tot je niet meer kunt natuurlijk. Hè. En dat gebeurt natuurlijk bij de dames uh, mountainbiker heel vaak. Hè. Er zijn er altijd wel iemand die dan net een hele goede dag heeft. En die dan net iets sterker is. En dan moet je gaan volgen. Of dan ben je gedoemd te volgen. Ja. En. Nou ja, het is natuurlijk op een gegeven moment wel eens de bedoeling dat je zelf dicteert. Ja. Maar is dat niet een beetje een, uh, een kwalijke ontwikkeling dat je zegt die parcours gaan op elkaar eigenlijk lijken, dus heel sterk? Nee, of? dat zijn die niet. Zei, het is ieder jaar hetzelfde. Ieder jaar, daar bedoel je mee? Oh ja, het, ze ja, komen ja, ja. altijd op dezelfde parcours. En, ja, een beetje, uh, Alpstad, Novemesto, Mesto, ja. Val Noord, al die uh, plekken, ja. die, daar komen ze, daar is het heel circuit. En dat Net parcours, zoals wij in Renkum ja. nu dat parcours gewoon kunnen ja. dromen. Hm? Maar ja. dat dus in die zin was Rio ja. wel interessant, omdat het gewoon. Of uh, Rio en Tokio. Ja. En Rio ook destijds. Uh, dat ja. het gewoon ja, ja, even een compleet ook. nieuw uh, parcours is. En uh, ja. op die manier iedereen nou, redelijk blanco. Uh, en daar had je schaam. natuurlijk. Ze hadden daar een optie toe. Uh, dat was. Uh, uh, ik weet niet meer precies wanneer het was, maar dat was nog voordat het eerste keer werd ja. uh, uitgesteld. Toen hebben ze al, zijn ze naar Tokio gegaan om dat parcours te ja. kunnen bekijken. Ja. En dat heeft ze toen ook gedaan. Hè? Daar heeft ze heel veel kennis ja. al kunnen verzamelen. Ja. Waar bijvoorbeeld Mathieu van der Poel niet naartoe was gegaan. Ja, <tie> nee. Diddy only. Hey en dan toch even de andere kant van visualiseren waar wij het in de aflevering over hadden, Jurgen. Ik heb het in mijn trainingsschema nog niet voorbij zien komen, Guido. Maar ik heb net geleerd dat als ik mijn renkleren en hardloopschoenen aandoe en buiten op de weg heel goed ga visualiseren dat ik ren, dat dat ook trainingseffect zou kunnen hebben. Doe je daar wel eens iets mee in jouw uh, begeleiding of trainingsschema's? Laat ik dat even afzwakken. Het gaat erom, als je bijvoorbeeld geblesseerd bent en jij ja. wil uh, krachttraining doen. dan kan jij, als jij goed kan visualiseren, en dan gaat het ja, ook heel ja, ja, goed ja, en bewust. ja, dan uh, kun jij ervoor zorgen dat je eigenlijk bijvoorbeeld weinig krachtsverlies krijgt op het moment dat jij. door ja, te, nou, te visualiseren bestaat, dat je corona, de oefeningen of, doet. Ja. Ken ja. Je, doe jij dat wel eens? Ken, ken je atleten die dat op die manier uh, uh, doen? Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Nee. nee. Nou, nee, Mooi onderzoek, onderzoek bedoel... ja, <laughs> ja. Ja, maar, Nou ja, ik heb liever fitte atleten die gewoon zelf die trainingen kunnen blijven doen. Dus Snap dat ik. doe ik mijn eerste best voor. Ja. Ja. Maar het is goed om te onthouden, want stel dat dat toch gebeurt. En dat ik iemand heb: nou, oh, wacht. Dan moeten we dit eens ook eens gaan proberen. Ja. ja, ga je maar inbeelden dat je het aan het doen bent. Dat heeft, nou ja, maar dus, ja, Jurgen zat hij zelf ook volgens mij. Dat heeft dus nog behoorlijk trainingseffect ook. Is gewoon uh, aangetoond. Yep. liep alleen een beetje tegenaan, hoe maak je het praktisch? Maar goed, ja, dat uh, in een revalidatietraject waarschijnlijk. Ja. Ja. Of zoek iemand die er echt goed in is. Ken jij uh, uh, sportpsychologen, mental coaches, gespecialiseerd in uh, visualisatietechnieken? Uh, werk jij daarmee samen? Uh, um, nee, nee, nee. Want ja, weet je, ik zei al, ik werk, ik doe er nu zelf ook niet zo heel veel mee. Dus ik heb er ook nog niet direct... Mee te maken ja. gehad, want dan had ik al meteen wel gezocht of ik mensen nodig heb ja. die, die ik daarvoor kan bereiken. Maar ik heb wel zeg maar, een sportpsychologen netwerk waar ik dan terecht kan. En dan heb ik wel snel iemand gevonden die daar gewoon heel goed in is. Ja, nou, kijk, Gerrit, ik denk ook uh, verschil maken. Duursporters is sowieso per definitie heel, la heel lastig, want je moet eigenlijk het, de visualisatie. Net zo lang doen als jouw <laughs> echte training of wedstrijd. 3,5 uur hier op de <laughs> Dus uh, heel fijn door dat Karelingse bos. Uh, over twee uur zit je daar dan. Het is goed nu. voor uh, Ironman-atleten dan. Oh, ja, oh, ja. ja dat lach ja. nou, ja. ja. uh, uh, Leuk Wat ik leuk vind aan dit onderwerp, enerzijds heel pragmatisch, logisch nadenken, veel tips en tricks, moeite waard om je goed voor te bereiden op het parcours. Anderzijds een wetenschappelijke noviteit. Waarvan wij in de praktijk nog niet zo goed weten ja, hoe we dat vast. nou moeten toepassen. Ja. Maar wel uh, leuk om hier te ontdekken in de podcast. Iets waar we over door zouden moeten praten, zou ik zeggen. Ja. Toch? Toch aflevering... Uh, reageer. Ja, kortom, reageer. Maar dit is aflevering 92. Wie goed kan rekenen, weet dat dat er nog maar acht, nog maar 8, Jurgen. Ja. En dan zijn we bij nummer 100. Denk je dat we het halen? <laughs> ja, oe, oe, oe. Ik denk het wel Als ik het nou, doe je ogen dicht Visualiseer te, uh, Dat je al in Leersum bent Het is zaterdagochtend 21 mei het, het zonnetje schijnt. het zonnetje, ah, tuurlijk, het zonnetje schijnt. Ja. Het is een mooie ja, ja. lentedag. Ik zie mensen ja. aankomen met een mountainbike of loopschoenen. Of en een ze wielrenfiets. Hebben, ze hebben een shirt aan. Ze hebben, ze hebben een mooi wit, slimme Ze hebben boek shirt meegenomen aan. wat ze willen laten. <laughs> hebben ze allemaal besteld in de webshop? Door, uh... ja, 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 nog een keer dubbel signeren. Want als ja. ze besteld hebben in ja. de webshop, is hier al gesigneerd. Ja. Het is half tien ochtends. Ze komen binnen, lekker bakje koffie. En de binder in Leersum is daar een mooie grote theaterzaal. En uh, ja, dan zijn wij ook. En uh, misschien <laughs> hebben we daar wel leuke testjes en poefjes. En niet te vergeten, toch is goed om daarover te praten. Daar staan ook 100 goodie bags klaar. Okay. Want het is niet alleen een fantastisch evenement. Maar je krijgt ook gewoon hè, we jaren gestracteerd. Dus we hebben gewoon cadeaus. Zo Schoon heeft een mooi uh, pakketje in de goodiebag. bag. Uh, Blackroll heeft een mooi cadeautje erin. En nog een paar meer partners. Maar dat uh, moet je maar komen bekijken als je er bent, als we gaan unboxen. Kortom, uh, misschien is er nog een ticket te krijgen. En anders op de Zwarte Markt. En als je heel graag wil en hij staat op uitverkocht. En alles maar visualiseren jongens. Visualiseren. He? Of misschien ja. maken we wel een mooie livestream. En moet je dan maar online meedoen. En dan haak je om een uur aan als we gaan fietsen of lopen. Zoiets. We maken er een mooie dag van. Dat is op 21 mei. Kaarten te krijgen via de webshop. Slimmer presteren podcast. Of slimmerpodcast.nl slash webshop. Daar vind je dus ook zo'n mooi sportshirt. Daar vind je ook een gesigneerd exemplaar van... Het maakbare uur: Een zoektocht naar de ultieme wielerprestatie. Geschreven door. Uh, ene van Tevelen. Jurgen van ja. Tevelen zelf. Precies. Nou, als je daar interesse in hebt, kom kijken op de webshop. Als je zegt, nou, ik kan die dag niet, maar ik wil wel meesporten, meld je dan aan voor de exclusieve Slimmer Presteren Podcast Strava Club. Voor vrienden van de show. Als je nog niet bent, dan word je natuurlijk vriend van de show. En uh, we willen wel uh, jouw tips en tricks over uh, visualiseren ook graag horen. Hè? Kan op een aantal manieren. Via de sociale media zijn wij te vinden op Twitter. @slimmePodcast En op Instagram als ik zit niet op Instagram. <laughs> <Dat> klopt. <laughs> nou, dat is heel makkelijk. Ook het slimme podcast. Handig hè? Het is gewoon hetzelfde. Kun je niet vergissen. Ja, dit zou een reden zijn dat ik op Instagram ga. Ik zit er wel op. Maar ik ik wou zeggen, ik tag voor. jou ja. iedere week netjes, ja. maar uh, ja, er gebeurt weinig. Weinig hartjes van uh, J van Tevelen op Kijk. Instagram. Maar goed, uh, daar kun je ons vinden. Maken we dus van iedere aflevering een post. Die kan je retweeten, hartjes op geven, uh, op reageren. Vinden we leuk. Je kan ook naar onze website. Niet alleen om in die webshop tickets of shirts of boeken te bestellen. Maar ook om deze aflevering terug te vinden. Met alle show notes en het verhaal. En die link door te sturen aan iedereen voor wie deze aflevering interessant is. En je kan ons ook mailen via post slimmerpodcast.nl. Uh, expliciet, dankjewel Anne Tauber-Lop Koopmans van de Knabbel- en Babbel podcast voor deze leuke bijdrage weer aan deze aflevering. Dankjewel Guido voor je expertise. Hoi hey Guido. Jo. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.